Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSPD voor Amor. En vandaag gaan we iets helemaal anders doen dan wat we normaal doen. We zijn normaal eigenlijk de goede gasten. Vandaag zijn we de slechte gasten. Dat gaan we doen door middel van inbraken. En dat kan overal hier. Ook heb ik geïnstalleerd Pull Me Over. Dat wil zeggen, als ik hier naar de rood rij en er staat hier een politieauto, zal hij mij aan de kant zetten en mij eigenlijk controleren alsof ik een normale burger ben. Zoals ik met LSPD voor doe, wordt dus nu bij mij gedaan. Er moet dan wel een politieauto hier zijn. Kijk, als ik nu door rood rij, moeten we even wachten tot het rood is. Kijk, dat betekent niet dat ik nu meteen een stopteken krijg. Want nergens stond een politieauto. Hij spant dus niet in. Hij moet alleen wel dus er al staan. En dat is misschien wat moeilijker, want laten ze nou niet heel veel hier inspannen en zo. Of laat ik nou niet heel veel politieauto's tegenkomen in het verkeer. Maar ja, het zal zomaar eens kunnen tot ik opeens een politieauto achter me heb. In ieder geval, wat hebben we allemaal voor een gear? We hebben in ieder geval geen geld en we hebben een mes. Nou, waarom een mes? Nou, omdat ik denk van een mes, dat kun je nog wel enigszins gewoon makkelijk vanuit je huis pakken. Iedereen kan wel aan een mes komen, denk ik. Een vuurwapen is al moeilijker. Daar kom je niet zomaar aan. En ja, zwaarder geschut nog moeilijker. In ieder geval, en hier is naar rechts. Eens kijken bij onze eerste inbraaklocatie. Dat staat zo. Het kan op verschillende manieren lopen en we gaan het zien. Dus mocht er wat agressie voorkomen in deze video, ja sorry. Misschien moet je maar een kijkerswaarschuwing erin zetten ofzo. Het kan trouwens ook zomaar zijn, tot we opeens. Maar nu moeten we stil zijn, anders horen mensen ons. Oh, wacht even. Hij spant niet, hè? Ja, dit is altijd moeilijk als je niks ziet waar je loopt, hè? Zullen we maar weggaan? Zo. Het kan zomaar zijn, deze was dus mislukt. Mislukte inbraakpoging. Dat je opeens ergens anders buiten uitkomt. En dan denk je van, hé, hier was ik helemaal niet. Of hier was ik helemaal niet naar binnen gaan. Ja, dat kan. Wat is er aan te doen? Weet ik niet. We kunnen wel de auto even saven. Dus stel dat we opeens ergens in Sandy Shores of zo, of Polito Bay naar buiten stormen. Dan kunnen we even snel escape richting of teleporteren naar onze auto. Dus, hoi. Ziet hij mij nou niet? Oh sorry. Hallo, ik heb het geld al. Zo, denk wat geld. Is hier nog wat geld? Nee. Ziet niemand mij nog? Nee, is hier nog geld? Hallo. Oh, jij zit op de wc, sorry. Nou, oh, niemand ziet mij, dat is mooi. Mensen, het was super gezellig. Ik ben er weer vandoor. Ik zie jullie morgen weer. Als ik nieuw geld kan halen. Of straks, misschien kom ik even terug. Maar ik dacht dat er toch wel meer te vinden was in het huis. Is hier toch niks? Yep, waar zit ik? Die deur of zo. Nee. Goed, was gezellig. Tot de volgende. Waarom kom je er niet uit? Hij kijkt mij trouwens ook echt recht aan. Nou, wij zijn er vandoor. Maar we begonnen dus hier. Dus dat betekent dat we wel even gaan teleporteren naar onze auto. Zodat we vanaf hier weer gewoon verder kunnen gaan. Nou, dus we gaan eens kijken hoeveel geld we op het einde van deze dienst, wil ik bijna zijn. Maar op het einde van deze video we bij elkaar hebben gesmokkeld. De eerste was er 4400. Laten we zeggen, we gaan nu eens hier kijken. Het zou wel ideaal zijn voor inbrekers, hè? Als ze gewoon zo'n map konden zien waar je kan inbreken.
kijken of iemand thuis is. Oh, hallo. Hey, hallo. Rustig, ik kom gewoon voor het geld. Waar is het geld? Hier is het geld. Oh, oké. Hoi, was gezellig. Hoi. Dan gaan we heel snel teleporteren. Ja, als het goed is hebben ze dus wel de politie gebeld. Dat weet ik niet zeker. Ik heb in ieder geval een geld gepakt, dus we zijn nu er vandoor. Hup. Nou, zo te zien hebben ze nog geen politie gebeld. Dat zou mooi zijn. Dan mogen we meteen hier verder. Voor een adres. Hier zo. Maskertje op en naar binnen. Oh, is goed meegenomen. Zie je mij nou of niet? Wanneer zie je mij nou? Oh. Oké. Hola police. Hola police. An anonymous report. Nou, ze komen er nu aan. Maar nu zul je zien dat ik weer ergens anders ben. Oh nee. Nu moet ik wel weer rennen. Ah, oh, ik heb misschien Neverwanted aan. Wat ben ik dom. Ja, zie je. Ja, dat is ook lekker handig dan, hè. Hij vindt dat we hier nog even nu moeten inbreken. Ding dong, ben ik weer. Hola. Oh. Oh god. Ik pak wel het geld, dames. Ja, nu komt de poppen. Just in case I wasn't having enough fun already. Are you blind? Hey girl. Next on the orange. This is total bullshit. Ah, die zijn we zo kwijt, joh. Oh, die zagen mij. Sorry. Wel langzaam, hè? Op dan. Zo moeilijk is het natuurlijk ook weer niet. Er staan nou een politieagent en een smart. En een... Oh, die gaat schieten. Oh shit. Kom op dan. Zo moeilijk is het natuurlijk ook weer niet. Er staan nou een politieagent en een smart. En een... Oh, die gaat schieten. Oh shit. Ben ik weer. Ik weet niet waarom, maar mijn opname stopte ermee. Oh shit, ja die gaan nu natuurlijk beschieten. Nou, nou ja, maar deze kan op. Eigenlijk wel proberen aan een wapen te komen natuurlijk. En door middel van een agent of zo. Van sokken te rijden. Weet je wat ik ga doen? Ik ga vluchten, als ik niet spin, vluchten en dan als ik ze zo verstop, oh,
Oké, hallo Audi. Als ik op stop zit en ik zie rijden, dan zet ik die klem, dan trekt hij uit zijn auto, steek hem neer of zo. Ja, heel gewelddadig dat wel, maar dan heb ik pak in ieder geval zijn wapen. En dan kan ik daarmee ook wat dingen gaan doen natuurlijk. Ook proberen bij het politiebureau in te breken. Even inbreken, dan kun je gewoon naar binnen als het goed is, maar ja, wellicht liggen daar wat guns en zo. Hoi. Wie ben jij? Oh, handhaving, die heeft natuurlijk ook iets. Die kunnen we daar dan nog wel even opzoeken. Hier zijn natuurlijk agenten, dat is niet zo slim. Kijk, we gaan hier naar staan. Ja, we vinden wel een agent. Wat mij betreft bellen we gewoon 911. Of 112. En dan gaan we een agent even hier naartoe lokken. In het steegje en steken we hem neer. Dan pakken we zijn wapen. Kunnen we nog weer gaan inbreken. Maar ik hoor ook wel eentje komen. En ik zie eentje op de kaart aankomen rijden. Heel toevallig zijn ze hier inrijdt ook. Kijk, nu kunnen we die Audi dus klem gaan rijden. Als het goed is, rijdt hier de bocht door. Bocht om. Ja, die is gewoon gedespawned. Oké. Of is hier links ingegaan? Nee. Nee. Ook niet. Oh, en een crash. Is hier links ingegaan? Nee. Nee. Ook niet. Oh, en een crash. Zo, we gaan gewoon lekker door waar we gebleven zijn. Alleen ga ik nu even niet naar dat politiebureau waar we net in de buurt waren. Want eigenlijk altijd als ik daar kom, dan crash ik. En vandaar dat ik eigenlijk nooit LSPDFR daar, of niet vaak. We gaan in ieder geval eerst eens op zoek naar een handhaving gozer. Want ik weet dat die hier wel ergens zijn wellicht. Op deze straat. En anders hier links is een bank. Misschien dat we daar nog even naar binnen kunnen. En ik dacht eigenlijk dat hier wel iemand... security pakje stond, oftewel handhaving, maar toch niet. Even bij die bank kijken of we daar in ieder geval een wapen kunnen pietsen, want dat is het plan. Gaan we nog verder zoeken. Ik weet dat op het einde van deze straat wel een politiebureau is, wellicht dat daar één agent of zo buiten staat die we even kunnen pakken. Twee, dan moeten we maar met twee doen. Snel te werk gaan. Ah, oh, dat is een politieauto. Kijk, nu kunnen we dat met eens uittesten. Stel nou, ik ga hier de rood. Zie je? Gaan we vluchten? Nee, ik heb vooraan. Oké. Okay. Nou, we gaan een gesprekje voeren met deze agenten. Is dat goed of moet ik doorrijden? Wat willen jullie? Ja, dat doe ik nu. Ja, ik rij me gewoon door tot ik... Oh, wacht, ik kom niet. Zo. Oké. Ja, dat is hoor. Zou ik helemaal niet raar zijn. Ik kan natuurlijk wel uitstappen en neersteken en zijn wapen pakken. Hallo. Ik stap even uit als je niet even mist, man. Oh, ik heb gemist. Kut, wacht, stop. Weapons. Ik heb alleen een vuurwapen. Dat komt omdat ik net de game crashte, zeg maar. Knife. Oké, okay. Nou, dat gaat fout. Boom 2. We gaan in ieder geval deze agenda even flink kutten. Door hier nog eens rood te rijden gewoon. En dat boeit hem niks blijven. Dat toch wel. Of toch niet? Nee. Of wel? Komt hij achter mij aan of? Denk het wel.
kapot. Nee, weer niet dat mes. Ja, nu hebben we natuurlijk weer niet. Het gaat helemaal fout weer. Ik moet even Never Wanted uitzetten. Zo, en nu moet ik hem pakken. Oh, die heeft shotgun. Oké, hij heeft wel meteen shotgun. Run, bitch, run. Oh, meteen ook 3 sterren natuurlijk. Dat was ik alweer vergeten. Start dan! Ik ga hier rechts even in Audi. Dan hebben we zo. En, hey joh, dat was er geen raak of wel? Ja, blijkbaar wel. Maar... Oh, die Audi zit snel, hè? Hallo. Een beetje politie op je boefje, politie op je hielen geworden inmiddels. Wat vuur was. Nu is het wachten. Shit, de lul. Want de Zulu vliegt hier. Misschien als ik hier achter verstop, ziet hij mij niet. Ja, dat kan. Ten schieten, jongens. Let op, die hond wordt niet aanrijden. Honden zijn te schattig. Run, hond, run. Ik heb echt alleen maar Audi's achter me aan, joh. Het zou toevallig zijn als die auto nu weer omhoog komt, hè? Ja, tuurlijk. Die zijn we kwijt, gaan we naar huis inbreken. Nou, nu gewoon hier meteen. Dit is wel een dik huis hier, geloof ik hoor. Wat hebben we nu allemaal? Een vuurwapen en een shotgun met 8 kogels. Wat dat hij valt. Oh, hij heeft een vuurwapen. Die hebben wapens hier. Ja. Natuurlijk geld. Hey, stoppen. Ze komen hier naartoe. Mensen gaan mij aanvallen hier. Ik zoek het geld hier onder de tafel. Oh. Ik heb het zo gevoeld dat ik hier buiten dit huis spawn. En dan heb ik helemaal niks. Oh nee, toch niet. Just in case I wasn't having enough fun already. Let's go. Fuck. Start dan. Hup, vooruit. Ik heb zo gevoeld dat we de politie hier niet gaan treffen, want die rijden ergens helemaal anders waar dat huis. Waar we dus inbraken, daar rijdt hij in de buurt. En dat is het nadeel van deze mod. Je gaat ergens naar binnen. Dus stel nou, dit is het huis van Michael bijvoorbeeld. Hè? Stel nou, je gaat dit huis naar binnen.
Dan word je geteleporteerd naar het huis van Michael. Het gevolg, als je hier dus politie krijgt, dan rijdt de politie ook in dit gebied. Als je dan weer hierin spant, dan, ja, dan heb je daar geen politie. Kijk, nu is dit nog misschien een te overbruggen gebied. Maar als je echt hier naar binnen gaat en in dat huis inspant, ja, dan heb je hier dus de politie. En hier kom je dan naar buiten zo fluitend. Dus dat is wel jammer, maar goed, daar is niks aan te doen. Waar zijn we überhaupt op de kaart? Ah, hier. Nou, dan gaan we dit huis pakken. Dat ziet er wel dik uit. Politie. Look out! Dit huis gaan we pizzen. Kom ik hier binnen? Ah, de poort gaat er nog voor me open. Gretten. Ik wil hem binnen. Oh, niet bellen. Oh, ze heeft al gebeld. Ik wil gewoon geld. Hallo? Hoi. Heb je geld? Heb je geld? Dank je. Doei. Nu spannen we wel een scène shows. Ja. Deze auto dan. Denk in de oplossingen. Dit is wel een dik wapen trouwens. Not now. En we kijken toe alle B-klasses lekker naar het huis gaan. Maar wij hier op een afstandje staan te kijken. Als ik van ze af ben, ga ik jullie bedanken voor het kijken. Ja, misschien een wat, wat alternatieve video met wat geweld. Moet ook wel eens kunnen, toch? Het blijft GTA, hè? Het is het risico van het vak, zullen we maar even heel, heel raar zeggen. Je kunt wel denken... Oh, wacht, ze komen op mij af. Nou, gelukkig. Je kunt wel denken van, ja, GTA, als je het mag spelen, dan... Zullen jij en je ouders ook wel bewust zijn van het feit dat dit een agressief spel is. In ieder geval, ik ga jullie bedanken dus voor het kijken. Ik hoop dat jullie, ja, ik val in herhalingen. Ik zou zeggen, tot op een paar dagen bij een nieuwe video. Doei! Dan zullen jij en je ouders ook wel bewust zijn van het feit dat dit een agressief spel is. In ieder geval, ik ga jullie bedanken dus voor het kijken. Ik hoop dat jullie, ja, ik val in herhalingen. Ik zou zeggen, tot op een paar dagen bij een nieuwe video. Doei!